Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb al 2 weken lang ongeveer een dikke winterdip. En ik kom er maar niet uit. Ik was helemaal zat en ik dacht van Romane, je zit nu op de bank. En het is tijd om je leven weer eventjes op te pakken en even uit die dip te komen. Dus ja, ik dacht het is wel erg leuk om jullie daarin mee te nemen. Hier, ik kom niet eens bij de chipszak. Te lui om op te staan. Ik was echt slecht aan het eten, tv aan het kijken. Hoog tijd om weer mijn leven op te pakken. Het voelt voor mij altijd heel erg goed om gezond te eten en om ook echt moeite te doen voor de maaltijd die ik maak. Dus 's ochtends had ik het idee om een smoothiebowl te maken om de dag lekker goed te beginnen. Ik had muziek op, super chill. Zoals je kunt zien was het nog best wel donker buiten. Ik heb best wel veel moeite dat het buiten zo laat pas licht wordt in de ochtend. En zo vroeg weer donker. Ik denk dat jullie dat allemaal wel herkennen. Toen ben ik mijn december intenties gaan schrijven. En dit doe ik in mijn planner. In deze planner schrijf ik op wat ik die maand wil bereiken. Er staat een vakje waar ik motivatie quotes kan schrijven. Ik had echt in mijn hoofd, het is 1 december, nieuwe maand, nieuwe doelen, let's go. Als je mijn video's al langer kijkt dan vandaag, dan weet je dat ik het heel erg lekker vind om ijslattes te maken. Ik heb dus gelezen dat het beter is om koffie tot 1 uur of 12 te drinken. Omdat cafeïne veel langer in ons lichaam blijft dan dat we denken. Ik vond het altijd fijn om 4 uur 's middags nog een kopje koffie te drinken. Nou, laten we dat even niet doen, want ik zit echt gewoon te stuiteren in mijn bed. Oké, klaarmaken. Nu ik eigenlijk alleen nog maar thuis werk, heb ik echt de neiging om geen make-up op te doen. En gewoon lekker chill, zo. Maar ik merk zodra ik make-up op mijn gezicht doe, mijn haar heb gedaan, echt moeite heb gedaan, bijvoorbeeld voor een outfit, dat ik echt gewoon mezelf een beetje together heb. Ik merk altijd als mijn huis een rotzooitje is, dat ik gewoon gestrest ervan raak. Jullie weten dat ik iemand ben die het heel erg fijn vindt als alles opgeruimd is, alles clean, hè, Virgo. Als mijn huis een mes is, dan is het in mijn hoofd ook een mes. Ik voel me echt altijd zoveel beter als ik mijn huisje heb opgeruimd en schoongemaakt. Ik kan zelf echt urenlang naar opruim- en schoonmaakvideo's kijken. Who's with me? Oh ja, oh my god. Ik had een adventkalender gekocht voor mezelf van de Minions. En het was die dag 1 december, dus ik mocht het allereerste vakje openen, wat ik echt te leuk vond. Ik moet zeggen dat ik schoonmaken helemaal niet erg vind. Ik vind het soms best wel chill om te doen. Alleen de afwas, daar heb ik me toch echt een hekel aan. Gelukkig heb ik een vaatwasser. Maar soms moet je natuurlijk nog dingen afwassen. Nou, mij niet gezien. Ik doe echt alle huishoudelijke taken. Maar afwassen heb ik echt heel veel moeite mee. Maar als het eenmaal gedaan is, dan is het super chill. Ik heb ook echt al, ik denk 1,5 week mijn planten geen water geven. Normaal let ik daar super goed op, maar nu heb ik ze een beetje verwaarloosd. I'm sorry. Maar ze zijn er weer. Ze zijn er live. Tijd voor lunch. Zoals ik eerder zei, vind ik het heel erg fijn als ik me een beetje down voel, in een dipje zit en gewoon alles niet
op orde heb om goed voor mezelf te koken, echt moeite voor mezelf te doen en hier echt mindful, zeg maar, mee bezig te zijn. Dus ik had heel erg veel zin om wraps te maken. Je mind, body en soul zijn altijd met elkaar verbonden. Dus wat je ook in je lichaam stopt, straalt zich ook uit aan de buitenkant en ook hoe je je van binnen voelt. Ik had zin in paprika wraps, die kan je kopen bij de Albert Heijn. Super lekker zijn ze. En daarbij nepkip, spinazie, komkommer en avocado en mijn favoriete chili saus. Njam. En natuurlijk water drinken. Zo belangrijk. Vervolgens plannen. In plaats van helemaal in je hoofd te plannen wat je nog moet doen en de lijst die me zich maar opstapelt, is het gewoon heel erg fijn om een planning te hebben. Zo heb ik gewoon een heel fijn overzicht met alles wat ik nog moet doen. Ik schrijf dus ook voor vandaag een to-do list met een kleine motivational quote van You Got This. Het is zo fijn om daarna dingen weg te strepen die je dan op de dag hebt gedaan. Dus ik schrijf dingen op zoals video opnemen, de was doen, stofzuigen, vuilnis buiten zetten. Allemaal van die kleine taken, maar die wel gewoon gedaan moeten worden en die je gewoon heel makkelijk laat liggen omdat je er gewoon niet echt zin in hebt. Ook dit heb ik echt 2 weken lang niet gedaan. Niet trots op ook. Maar goed, daar gaan we nu verandering in brengen. Ik merk dat ik sporten super fijn vind. Ik heb het ook echt nodig om me fit te voelen. Op dit moment ben ik de yoga sessies van yoga bij Adrienne aan het doen op YouTube. Super fijn. Ik vind haar morning yoga van 10 minuten heel erg fijn. En haar bedtime yoga. Maar ze heeft er echt heel erg veel. Dus zeker een aanrader om te gaan kijken. Dus het is yoga tijd. En dan mediteren. Mediteren doet me ook altijd heel erg goed. Als ik het gevoel heb dat ik mijn leven niet op orde heb, dan betekent het ook vaak dat ik niet geaard ben. Dat ik gewoon heel erg in mijn gedachten zit. Niet echt connected met de wereld, met het universum. Dus ik vind het altijd heel erg fijn om dan te mediteren. Ik heb het die dag in de ochtend gedaan en in de avond. Maar 10 minuutjes. En dan denk ik ook echt, wat is nou 10 minuten van mijn dag? Soms maken we die stap veel groter dan het eigenlijk is. Terwijl, het doet mij zo goed. Ik kan het iedereen echt aanraden. En hierna voelde ik me ook echt veel beter in mijn vel. Mocht je net als mij in zo'n winterdip zitten, dat je weinig energie hebt en dat je gewoon het gevoel hebt dat er zoveel dingen in de wereld op dit moment gebeuren, dat er zoveel dingen in jouw leven op dit moment gebeuren, probeer dan eens deze dingetjes uit en laat me vooral weten hoe je je erna voelde. Het lijkt me heel erg leuk om in de reacties lekker gesprekken met jullie te voeren, dus laat het vooral weten. Ik hoop heel erg dat je deze video leuk vond. Mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan vooral eventjes. Ik upload elke donderdag en zondag. Op donderdag kan je bijvoorbeeld een fashion video van mij verwachten. Vintage, routines, van alles en nog wat. En op zondag komen de Rose Diaries online, dus lekker vlogs. Ja, ik wens je een hele fijne dag. You got this. En wees lief voor jezelf en anderen. Zorg goed voor jezelf en anderen. En dan spreek je later. Bye bye.